Vroeger dan moest ze nog op televisie komen om beroemd te worden. Tegenwoordig hebben we YouTube. En dus ontstaat er een hele nieuwe generatie van beroemde mensen die mateloos populair zijn dankzij internetfilmpjes. Zo hebben we bijvoorbeeld Game Meneer, dat is deze jong. Honderdduizenden keren werden zijn filmpjes op YouTube bekeken. En toen hij afgelopen zaterdag in het retailpark in Rumun was, stinkde Rie dan ook tot boete. Game Meneer is populair, ook in Rumun. Vorige week stond ik in Dordrecht. Nou, daar was het ook volle boel. Dus hier herhalen we het eventjes in het zuiden van het land. We komen allemaal met jouw boek in de handen. Hè? Wat staat er precies in jouw boek? Onder andere een soort levensverhaal van hoe ik een beetje een YouTube-carrière heb gestart. En ook nog een paar dingetjes eromheen. Leuke verhaaltjes. En ook wel een voorbeeld voor die kids, toch? Dat zeggen ze van wel. Dus daar ga ik dan maar van uit. En vooral de jeugdige fans die je hebt, hè, volgens mij. Hè? De feiten spreken voor zich, dus voornamelijk wel. Het zijn de liefhebbers van de spelletjes die je bespreekt, denk ik. Hè? Ja, en stiekem hoop ik ook dat ze een klein beetje voor mij kijken. Dus, ongetwijfeld, anders was die rij niet zo lang. Ik denk het wel, ja, inderdaad. Ik wens je een hele fijne dag en leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Wat is zo leuk aan deze jong? Ja. Hij amuseert ons, hij maakt leuke video's, de games zijn leuk, dus. Waar gaan zijn filmpjes over? Gamen. Ja, alleen dat. Ja. Hij doet niks anders, maar het is wel tof wat hij doet. Zijn jullie ook wel gamers? Jawel, heel erg, heel erg, ja. Wat is jullie favoriete spel? Counter-Strike. Carry's Mod, denk ik. Dat zijn nou net die spellen die hij speelt, toch? Ja, die speelt hij ook wel. Hebben jullie ook een favoriete filmpje van Game Meneer? Alle wat hij maakt. Alles, ja. En toen je hoorde dat hij in Roermond was? Toen ging ik gelijk naartoe. Leuk om hem te ontmoeten? Ja, heel leuk. Handtekening? Tweede keer, hè, dus. Handtekening, foto, dus. Dag is compleet, hè.